Welkom dames en heren bij No Limits aflevering 22 alweer. We gaan vandaag ook weer triathlonjes rijden en op het einde beoordelen welke wint en mijn No Limits liep heb vervangen ofzo. Goed, we hebben vandaag weer triathlonen voorgesteld gekregen en dit is Pinor. Dat zijn wel weer van die stomme namen die ik soms niet kan uitspreken. Ik kan wel deze twee uitspreken, maar even doen deze. Spinnenmelter 3000, Star Wars versie 2 en Steel Comet. Maar we beginnen met de Spinnenmelter 3000. En we zitten in de Spinnenmelter 3000 en zoals jullie zien heeft hij helaas weer geen grastexture geladen. Die is ook weer footsie om een of andere reden. Ik vind het heel jammer. Ik zie wel de baan hier al lopen. En het ziet er mij wel een heel erg leuke baan uit. Ik denk dat we geen look meer zo moeten verwachten. Maar het is een blauw met witte baan. Ondersteuning is ook wit, karretjes rood. Ik vind het wel een rare combinatie, maar ja. Oké, we gaan eens omhoog. Het is echt jammer dat het gras weer niet geladen is. Ik dacht goed sneeuw was, maar nu weet ik het dus. Het is gewoon dat het gras weer niet laat. Ik neem de speed erbij, die ga hier zo kijken en dan Oké, we maken dus nu een rustig bochtje, snel het goed. Rustig op, om 43 uur op. En dan raken wij de eerste daling, onmiddellijk terug een heuvel, airtime en terug naar onder. Tussen de supports door, airtime en weer naar onder. En weer een heuvel met een bocht. Heel erg leuk, soepele baan tot nu toe. Veel bochtjes werken en heel veel heuveltjes. Airtime. En we komen in een remsysteempje. We gaan hier een bochtje in. Ruime bochten ook heb ik de indruk. Dat moet ook weer dit soort achtbaantjes. Goed, weer een bocht. We maken weer een achtige bocht, maar het gaat. We krijgen nu weer een airtime. En dan gaan we toch redelijk snel nog altijd tegen het einde van de baan op. In de 70 per uur zag ik net. We over het water heen en we schieten in de remmen van de Spinnenmelter 3000. Ik kan er zelf overheen vliegen. Ik vind dit een heel geslaagde achtbaan. Niks op aan te merken. Jammer van het gras. Hij werkt ook met twee treintjes zie ik. Het rode en dan is het daar nog een blauw. Oh nee, dat is ook nog een groen. Of kleuren zit. Dus het groen? Ja, drie treintjes. Hij werkt goed, snel, operationeel. Ik vind het een heel mooie achtbaan. Een heel goed ding uit elkaar gebouwd. Hoge optakeling, goede, ja, misschien ook heel mooi die airtime stukjes. En dan gaan we heel mooi. Heel, niks om aan te merken. Jammer van het gras, dat is het enige jammer. De volgende dag die we gaan doen is Star Wars. V2. Dames en heren, sorry, maar Star Wars wil niet laden. Ik kreeg een fataal error. Vind ik heel jammer. We gaan hier gewoon eigenlijk een aquaatje uithalen. En dat is de eerste die hier staat en dat is de Colossus. Die gaan we eruit halen. Goed, en aan de foto te zien is het inderdaad een auto achtbaan. Maar dit is een dueling booster. Die de dag gaat het tweede treintje. Wij zijn de rode, we gaan nemen het op tegen het zwarte treintje. Een dueling poster, hij ziet er vrij mooi uit. Het is wel wit, heel wit, allemaal wit. Ja. Het zijn ook niet normale houten treintjes, het zijn van die langere. Waar je dus eigenlijk, ja, je zit dan met 6 in 1 pakje. En ik weet nu eigenlijk van buiten, maar één pretpark waar zo'n achtbaan in zijn met deze soort karretjes. En dat is een moviepark. In Duitsland is dat. Daar staat de Bandit, zo heet die achtbaan. En daar zijn ook dit soort karretjes. Zoals hier. Waar je dus in van die lange stukjes zit. En niet gewoon in de karretjes zoals je hoort. Ik ben in Troje Toverland. Oh, hier ben ik pas in geweest. Ik ben pas dinsdag Toverland geweest. Dat was heel erg leuk. Maar nu zijn we hier. En de Colossus is boven gekomen, dames en heren. En wij maken ons klaar voor de eerste drop.
Die gaat ook nog wel wat schuin en het zwarte lijntje neemt voorsprong. Dat vind ik hier niet kunnen. En we krijgen onmiddellijk de buitenbocht. Dan verliezen we weer alles. Ja, we verliezen dit sowieso. Ben ik heel zeker van, kijk, nu krijgen we wel een binnenbocht. En ik heb heel wat lag. Dat vind ik heel niet fijn. Want ja, de bank is eigenlijk niet fijn. Maar die zit ik niet echt heel smooth van. Ja, dat klopt. Maar jullie weten ook wel dat ik een heel slechte computer heb. Maar ja, misschien is het een gewone vast. Ik heb ook een heel slechte laptop. Ja. De volgende laptop die kopen wordt veel sterker. Dat weet ik ook nu al. Uiteraard. Dat we veel smoother kunnen gaan. Veel beter kunnen gaan. Op dit soort spelletjes. Want deze heb ik ook wel goed. Hoe goed er nog aan. Ik zie dat we ze toch inhalen. Ja, nee, net niet. Wat is dit? Oh my god, we staan met tweede karretje samen gelijk. Oh, we komen op dat keer. Dus dat maar gedacht. Oh, ik denk dat we verloren hebben. Jammer maar helaas. We hebben dit niet gewonnen deze strijd. Ik ga niet in een andere baan zitten. Want dit is gewoon hetzelfde. Ik ga er wel even overheen vliegen nog. Heel erg veel hout uiteraard. Heel grote constructies ook. Daar gaat hij weer. Heel erg leuke achtbaan. De Colossus. Goed, dan gaan we terug naar de map waar we in moeten zitten. En de limits hangt vast. Oké, de limits hangt even vast. Ik druk terug op play. Ik ga naar... nee, ik moet niet naar dit. Dit moet hier op park blijven staan. Ik moet terug naar dit en naar mapje 22. Voor de Steel Comet. Hopelijk doet hij het wel. Ja, maar het zal als het niet doet. Hopelijk de Steel Comet wel. We zullen het zo zien. En gelukkig doet de Steel Comet het wel. En wij zitten in een achtbaan die wel redelijk hoog gaat. En daar gaat hij nog hoger. Oei, ik zie hier op de tunnel. Heel grote bocht. En wat is dit voor een grote achtbaan, dames en heren. Dit is een giga-achtbaan heb ik dit. Ja, dit is volgens mij is dit een giga-achtbaan wel, ja. Dit is een giga-achtbaan, denk ik. Aan de karretjes te zien, denk ik het wel. Ik ga even kijken hoe snel we omhoog gaan, we gaan best snel omhoog. 19 per uur, hoor. Ga ik hem erbij pakken? Tuurlijk ga ik hem erbij pakken. Goed. We gaan echt, ja, snel omhoog. Eigenlijk 20 per uur om het af te ronden. En volgens mij gaan we nu heel snel onder. We gaan recht naar onder, jongens. Holy shit. 173 aan de verticale G-pot waar we even in het rood staan. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Ik kom nu wel in het oranje. Ai. Deze gaat wel snel hoor. Deze gaat echt snel. De verticale G-force heeft het er moeilijk mee, heb ik de indruk. En als je in het rood komt, is het niet goed, dames en heren. Dat weten jullie denk ik zelf ook wel. Het gaat best goed. 120 per uur gaan we nog altijd. We gaan nu wat minder run. Maar we gaan toch weer eens naar het run halen. Ik denk dat we toch terug hebben. 130. 136. Snelst wat we hier al hebben is van 170. Denk ik niet deze. 160. Dat is het record. Want het laatste record dat ik me nog herinner was 150 km per uur. We gaan hier onder het dakje door ofzo. We krijgen een eerste stuk remmen, die weinig doen. We hebben weer onder een soort van dakje door. Oh, wat krap gemaakt vind ik. Ik denk dat als je hier niet voor bent, dat je dan je kop stoot. En dan een paar keer ook wel. Goed, ik denk dat we bijna aan gaan komen. Ja, ik denk dat. Maar het ziet er nog niet naar uit. Alhoewel, ik denk het nu toch wel. We krijgen denk ik een van de laatste bochten in deze Aqua Steel Comet. Het was inderdaad een heel snelle achtbaan. Oké, hier zijn de remmen. We maken nu nog... Het einde is zeker al niet saai. Dat zie ik nu al. Fijn nog wat bochtjes werk. Met nog heel wat airtime zat er nog wat in. De laatste bocht. En we remmen af. In deze holy shit snelle achtbaan. Ik ga even de simulation dit wegklikken. We gaan eens even eroverheen vliegen.
Kijk die eerst, kijk die drop dan ook, dames en heren. Kijk die constructies ook. Kijk eens, het is gewoon stalen constructie. Klein staal is dit. Ik dacht dat dit veel dikker stalen constructies waren, zoals die palen. Maar hier komt die, dames en heren, en dat willen we wel even in target view zien. Hier komt die zoef. We werken dus met drie treintjes zo te zien. Ik vind dit een hele slagen achtbaan. En het is een moeilijkere keuze, want ze waren alle drie wel heel erg vet. Deze was qua snelheid het vetste. Die tweede was qua idee wel heel erg leuk, Dueling Coaster. En die eerste vond ik heel goed uitgewerkt qua smoothheid. Dus die was heel smooth ook en deze was ook heel smooth. Heel lastige keuze voor mij. Het is een heel lastige keuze welke ik ga laten winnen in deze aflevering. Spinnenmelter of Steel Comet of die andere. Ik denk dat we die tweede op tweede plaats laten staan. Spinnenmelter op de eerste plaats en Steel Comet gewoon 3. Dus 1, 2, 3. In de volgorde hoe we het gedaan hebben, is dus mijn hartstikking. Waarom Steel Comet laatst? Omdat hij toch wel iets te overdreven snel ging in mijn ogen. Omdat de GeForce af en toe wel in het oranje rood kwam. Hij is zelfs in het rood gekomen. Dat mag normaal niet. En ja, dat mag het inderdaad niet. En vandaar dat ik hem in rood, dat ik hem op de laatste plaats laat staan. Maar dames en heren, dit was dan het avontuurtje met de achtbaan die niet wou laden helaas. De Star Wars, vind ik heel jammer. Ik dank jullie allemaal voor kijken naar deze nieuwe aflevering. Laat een blauw duimpje achter en abonneer op mijn kanaal. Want we zijn bijna binnen met de 0,2k. Tot de volgende keer. Later.